Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki ontvangt religieuze leiders. Federatie van Surinaamse Agrariërs bij president Santokki. Minister Achaibersing geeft verklaring in zaken Oppenheimer-obligaties. En COVID-19 blijft een sluipend gevaar. President Chandrika Persaad Santokki heeft aan het hoofd van een regeringsdelegatie christelijke leiders ontvangen op zijn kabinet. Partijen hebben onder meer gesproken over de COVID-19-situatie en het effect van de daarmee gepaardgaande maatregelen. Het is een zeer constructief gesprek geweest en zowel de regering als de geestelijke leiders hebben aangegeven dat er samen naar werkbare oplossingen gezocht zal worden. De regering hanteert een model om met belangengroepen een antwoord te vinden voor vraagstukken. Ze erkent het belang en de rol van religieuze groepen binnen de samenleving. Partijen hebben besloten om niet al te lange tijd weer met elkaar in conclaaf te treden. Op uitnodiging van de president hebben we vanmorgen gesproken over onder andere de COVID-situatie in het land. Twee, over het vaccineren. En ten derde hebben we gesproken over de mogelijkheid te bekijken in hoeverre de kerken weer zouden kunnen opengaan. Weliswaar met een beperkt aantal mensen, houdende aan alle protocollen. Dat waren de drie hoofdagendapunten waarover wij vanmorgen uitvoerig hebben gesproken. De president en de minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ahmadin, die was ook aanwezig, de heer Ori ook, directeur van BOK, is namelijk dat ze hebben ten eerste aangegeven hoe ernstig de situatie is en dat het nog zeer zorgwekkend is. En we hebben daarover ook gesproken in hoeverre wij als kerk daarbij een bijdrage kunnen leveren door een van onze kerkleiders op te nemen, bijvoorbeeld in het COVID-management team. Dat zou verder bekeken worden, besproken worden. En ten aanzien van vaccinatie is het namelijk zo, dus dat zoals de gemeenschap weet, neem ik aan, is er nog heel veel onzekerheid bij bepaalde mensen in Suriname en ook onder gelovigen van de verschillende kerken. Die onzekerheid is ontstaan omdat er tot nu toe, tot en met de dag van vandaag, nog veel meningsverschillen zijn. Omdat via social media worden er verschillende berichten verspreid, bijna dagelijks, van geleerden, wetenschappers enzovoort. En er zijn te veel tegenstrijdigheden. De een zegt het vaccin, als je dat neemt, beschermt je, kan je nog heel lang gezond leven. Dan zijn er weer andere wetenschappers die het tegenovergestelde beweren. En zelf beweren dat je na 2 of 3 jaren dood kan gaan als gevolg van de bijwerkingen. Nou, dit speelt al een paar maanden in de gemeenschap. En waarbij sommige gelovigen, ook in mijn kerk, als ik het zo mag zeggen, ons de vraag stellen van, moeten we het vaccin nemen of moeten we het juiste nemen? Omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Nou, dat hebben we vanmorgen weer uitvoerig mogen bespreken met de president en met de minister van Volksgezondheid. Dat een van de hoofdredenen waarom vele mensen, en ook christenen, nog niet willen vaccineren, is vanwege die onzekerheid. En de president
En vooral de minister van Volksgezondheid en dokter Ori. Die hebben ons vandaag, zogezegd, wederom proberen te overtuigen van het feit dat er geen gevaren bij zijn. In die zin van, er zijn altijd bijwerkingen. Alle medicamenten hebben bijwerkingen. Zelf een eenvoudige paracetamol kan bijwerken. Maar ze hebben ons ervan proberen te overtuigen dat het, laten we zo zeggen, sowieso niet leidt tot de dood. Want je hebt ook nog geluiden in de gemeenschap. Ja, mijn oom of mijn tante of een familielid is na 2 dagen nadat hij was gevaccineerd overleden. Nou, die dingen hebben ze kunnen ontkrachtigen, want er zijn geen bewijzen daarvoor. En dat is natuurlijk voor ons allemaal als geestelijke leider een enorme geruststelling geweest. En ik mag zeggen, al met al heb ik het persoonlijk ervaren als een heel vruchtbaar, verhelderend gesprek. Dat hoop ik ertoe zal leiden dat al de mensen die tot nu toe hebben getwijfeld, op den duur toch wel die stap zullen nemen om gevaccineerd te worden. De Federatie van Surinaamse Agrariërs heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens het onderhoud met het staatshoofd is onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen de agrarische sector. De president heeft aandachtig geluisterd naar de plannen die de federatie heeft. De communicatiedienst Suriname heeft deze meeting bijgewoond en heeft het volgende voor u vastgelegd. Federatie is een bundeling van verschillende organisaties binnen de agrarische sector. Er zijn 13 organisaties zijn er samen in de federatie. En verschillende subsectoren zijn vertegenwoordigd. Visserij, industriële visserij, vrouwen, youth, fruits en vegetables, veeteelt, melkveehouders. Totaal zijn er 13 organisaties verenigd in de federatie. Dus de federatie is eigenlijk een overkoepelend orgaan. Doel van de federatie is eigenlijk behartigen van de belangen van de totale agrarische sector. Dus breed in de sector. We maken ons sterk voor het algemeen belang, dus voornamelijk institutionele versterking. En als er organisaties zijn die bijvoorbeeld speciale ondersteuning van de federatie willen, dan wordt dat ook speciaal aangevraagd. Maar verder is iedere organisatie gerechtigd om zelf hun zaken en belangen te behartigen. Wij komen pas in wanneer het gaat om sectorbrede zaken. En net als ik al zei, bijvoorbeeld institutionele versterkingen, daar maken wij ons sterk voor. Het was voornamelijk een kennismaking, omdat wij niet eerder met de regeringsleider in deze hoedanigheid kennis hebben gemaakt. En ten tweede was specifiek om te praten over agrofinancing, onze visie daarover en de samenwerking tussen de federatie, de agrarische sector en de overheid. Dus daar hebben we van gedachten gewisseld en aangegeven zoals wij dat zien, omdat uiteindelijk die agrofinancing tot succes moet leiden wanneer de sector gefinancierd is en wij dus dat een succes moeten maken. En dan kan je dat alleen maar wanneer je de partner die daarvoor in aanmerking komt ook hoort en ook aan die tafel zet om in dialoog te gaan, te kijken van wat zijn de beste modaliteiten. De sector heeft hun huiswerk gedaan, we zijn zelf op onderzoek uitgegaan. En we weten eigenlijk heel goed wat wij nodig hebben en wat ons zou stimuleren om die sector naar grotere hoogte te tillen. Wat er eigenlijk op het gebied van agrofinancing nodig is. En dat hebben we dus mogen bediscussiëren met de regering. We zijn positief gestemd. De regering heeft ons aangehoord. Ik moet zeggen dat ze blij verrast waren met de wijze waarop de federatie de zaak heeft aangekaart, maar ook de oplossingen, want daar gaat het meestal om.
We zijn dus niet gekomen als organisatie om weer een klacht neer te leggen. Maar we hebben ook concrete oplossingen aangeboden. Omdat we vanuit een bottom-up approach ook sowieso ons huiswerk doen. En kijken en nagaan en analyseren wat voor ons als sector het beste zal zijn. En ik moet zeggen dat de regering, de president, minister Financiën absoluut een open oor hadden. Ook de minister van Bibus heeft een aantal zaken aangegeven waarbij hij zegt van er ligt zoveel daar, jullie kunnen veel meer eruit halen. Maar we hebben bewust niet gesproken over specifieke sectoren. Daar was deze meeting veel te kort voor. We hebben dus over de sector breed gesproken. En ze zijn bereid om ook te kijken en te praten over de specifieke problemen in de specifieke subsectoren. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft kennis genomen van de verklaring die door de Commissie van Obligatiehouders van de uitstaande 2023 en 2026 obligaties bekend is gemaakt. De bewindsman betreurt de niet-constructieve en confronterende houding die uit de verklaring naar voren is gekomen. In de Nationale Assemblée gaf de bewindsman de volgende verklaring. Het ministerie van Financiën neemt kennis van de verklaring die gisteren door de Commissie van Obligatiehouders van de uitstaande 2023 en 2026 obligaties, Oppenheimer obligaties, bekend is gemaakt en betreurt de niet constructieve en confronterende houding die uit de verklaring naar voren komt. Dit standpunt, voorzitter, staat in schril contrast met de uitgebreide inspanningen die de regering de afgelopen maanden heeft geleverd om aan de eisen van de commissie te voldoen. De regering heeft enorm veel informatie gedeeld met de commissie van obligatiehouders en haar adviseurs. Bovendien heeft de regering hen in ongebruikelijk hoge mate betrokken bij het herstructureringsproces. In feite heeft de regering, zoals uitdrukkelijk gevraagd door de obligatiehouders, steun gezocht en gekregen van het IMF voor het economisch en financiële hervormingsprogramma van de regering. Leden van de commissie zijn ronduit ongelukkig dat het financiële herstructureringsprogramma, die nodig is als onderdeel van het door IMF gesteunde hervormingsprogramma, voor hen tot aanzienlijke verliezen zal leiden. Het herstel van prudente en houdbare overheidsfinanciën zal pijnlijke aanpassingen vergen van alle externe officiële en commerciële schuldeisers van de Republiek. Dit is de enige manier om de Republiek Suriname weer op de rails te krijgen. De regering van Suriname zet zich in om de nodige stappen te nemen om een betere en welvarende toekomst voor de Surinaamse bevolking te verzekeren. De Republiek zet zich in om de obligatiehouders voor hun verliezen te compenseren uit de toekomstige inkomsten uit de exploitatie van de recente olieontdekkingen en is van mening dat dit een additionele uiting is, voorzitter, van de goede trouw van de Republiek Suriname in het onderhandelingsproces. Echter, meer dan dit kan de overheid niet geven aan de obligatiehouders, aangezien de bevolking van Suriname elke dag de impact voelt van de aanhoudende crisis. Ten slotte, voorzitter, is het ministerie verbaasd dat de kennisgeving ter activering van de beëindigingstrigger op het eerste gezicht niet voldoet aan de technische vereisten van de contractuele documentatie, waardoor de doeltreffendheid van de kennisgeving in twijfel wordt getrokken. De Commissie van Obligatiehouders wordt gevraagd om opheldering over deze kwestie. Voorzitter, dit is de statement van Suriname. En de statement zegt genoeg. Wij laten niet met ons zorgen, voorzitter. Als het gaat om het belang van de Republiek Suriname, als het gaat om het belang
van onze bevolking. Niemand uitgezonderd, ook degene die ons hierin gebracht hebben. Want ook hun belang dienen we, voorzitter, als het gaat om het belang van de Surinaamse bevolking. Wij staan met een ferme rug hier tegenover, voorzitter. En wij weten dat we deze onderhandelingen met alle verve ingaan, met eerlijke prognoses, eerlijke informatie. Sterker nog, zij hebben ook alle informatie van ons gehad als het gaat om onze projecties van de toekomstige olie- en gasopbrengsten. Dus dat men zegt dat ze niet voldoende betrokken zijn en dat de Surinaamse regering hen niet committed heeft en informatie achtergehouden heeft, dat is bezijdens de waarheid, voorzitter. En dat zegt onze verklaring vandaag. Maar ik wil nogmaals u erop attenderen en vragen dat u nagaat wat die 70% zegt over de staat van onze economie. Dank u wel, voorzitter. De COVID-19-pandemie is nog lang een actueel vraagstuk. Ook in Suriname hebben veel burgers het leven gelaten en zijn duizenden besmet geraakt door dit niet te onderschatten virus. Het is daarom van belang elk moment van uw leven de Mohana-regels in acht te nemen. Wij blijven het voor u herhalen, te weten mondkap op, handen wassen en 1,5 meter afstand in acht nemen. Daarnaast is vaccinatie tegen het COVID-19-virus aan te bevelen. Hoe meer mensen zich laten inenten en de geldende maatregelen in acht worden genomen, hoe effectiever het coronavirus wordt teruggedrongen. Laten wij daarom samen onze bijdrage leveren om zodoende terug te kunnen gaan naar normalisatie van ons dagelijks leven. Een verantwoordelijkheid voor ons allen. Laten wij daarom samen onze bijdrage leveren om zodoende terug te kunnen gaan naar normalisatie van ons dagelijks leven. Een verantwoordelijkheid voor ons allen. Wij zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.